Forum Zuid werken we bij onze ondernemers in farmteams, waarbij ieder zijn specialisme op een bepaald gebied inzet om te zorgen dat het rendement op de bedrijven verhoogd wordt. Mijn taak binnen deze farmteams is ervoor te zorgen dat er bij nieuwbouw van stallen gekozen wordt voor goede klimaatsystemen, goede houderijsystemen. En verder zorg ik ook dat in bestaande stallen het klimaat geoptimaliseerd wordt. Lucht is namelijk de belangrijkste factor. Een varken kan een tijdje zonder water aan voer, maar geen minuut zonder goede lucht. Bij een bezoek aan de stal kijk ik in eerste instantie naar de luchtinlaat. Hoe is deze gesitueerd? Zit deze aan de zonkant? Hoe groot is deze? Is deze wind gevoelig? Veel problemen in de stal worden namelijk veroorzaakt door een niet goed uitgevoerde luchtinlaat. Door deze al aan te pakken, wordt vaak al een grote verbetering behaald. Tweede aandachtspunt is dan de luchtverdeling in de afdeling zelf. Meet ik overal in de afdeling dezelfde temperatuur? Dit kunnen we ook over een langere periode volgen met dataloggers. Heb ik luchtlekken in de afdeling zitten? Hiervoor hebben we een warmtebeeldcamera beschikbaar. Is er sprake van verkeerde luchtstromen via de put? Komt de lucht mooi verdeeld over de inlaat binnen? Is er voldoende onderdruk over de inlaat na de afdeling? Hoe is de samenstelling van de lucht bij minimale ventilatie? Al deze zaken moeten helder zijn om een goed oordeel te kunnen geven. Vervolgens controleer ik de instellingen in de klimaatcomputer. Wat is de ventilatiecurve? Staan er correcties in? Zijn alle instellingen in dezelfde afdeling ook gelijk? Geven de temperatuurvoelers de juiste temperatuur aan en wordt de gewenste regelwaarde qua ventilatie gehaald? Hoe zijn correctiefactoren op ventilatietemperatuur en bandbreedte ingesteld? En staat de centrale afzuiging ten opzichte van de frequentieregelaar goed afgestemd? Hangt de voeler die de temperatuur van de ingaande lucht registreert wel op de goede plaats? Door dit allemaal systematisch in kaart te brengen, hebben we de analyse van het klimaat compleet. Zoals u hoort zijn er veel zaken van invloed op het klimaat in de stal. Om op een verantwoorde manier de optimale hoeveelheid frisse lucht voor de varkens door de stal te halen, is een deskundig advies nodig, gebaseerd op metingen en waarnemingen in de stal. Bent u geïnteresseerd in een beter klimaat en hierdoor een beter rendement? Neem dan contact op met mij of een van mijn collega's van Voergroep Zuid.